Hij moet 9-6 toch zeker kunnen redden. Hennine bleef maar zakken. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij een waarschuwing krijgt van de starter. Sneller naar beneden. Geen valse start wellicht. Juist. De binnenbaan. Je stond niet stil. Dat inzakken moet een keer ophouden. Hennine bleef maar naar beneden gaan. En dat duurde te lang voor Joriatti en die vertrok. Maar, zegt de starter, geen valse start dus voor de Italiaan. Omdat Hennine, en let u maar eens op hoe hij dat doet. Hij zakt naar beneden, maar er moet een moment zijn dat dat zakken stopt. En dat gebeurde zojuist niet. Nu wel. Maar de starter schiet. Waarschijnlijk omdat Joriatti nu wel te vroeg weg was. Maar dat gaan we zo dadelijk horen. We gaan het al zien hier. Inderdaad, de rode vlag. Joriatti was nu wel te vroeg. Kijk maar. En nu krijgt hij een valse start en zal hij moeten blijven staan. Beide rijders dus in de eerste omloop. Een persoonlijk record. In het geval van de Italiaan een nationaal record. Go to the start. 35-21 voor Henninen, gelijk aan de tijd van Van Velde. Ready. Nu allebei goed vertrokken. Henninen, de zoon van Seppo. Ook een oud schaatser, schaatser nog in de tijd met Art Schenk en Kees Verkerk. Opent nu in 9-78. Op zich niet zo slecht, maar Henninen kan beter. Joriatti kan nu naar de Fin toe en dan passeren in de binnenbocht. En dat zou een goede prestatie zijn voor Joriatti. Loopt een ruime bocht, maar blijft schaatsen. Hennine een fractie sneller, 35-23, 35-49 voor Joriatti. Beide rijders in dit geval dus langzamer dan de eerste omloop. Dan betreedt nu Nederlands beste sprinter en met hem Casey Fitz-Randolph het ijs. Rit 10 van de 12. We naderen de ontknoping. We zijn bezig met de finale van dit wereldkampioenschap. 500 meter hardrijden op de schaatsen en in die finale één Nederlander, Gerard van Velde. Hij heeft te doen met de Amerikaanse sprintkampioen en Amerikaanse recordhouder Casey Fitz-Randolph. De natuurlijke opvolger van Dan Jensen. Van Velde kende een matige opening, ja, relatief gezien dan, in zijn eerste 500 meter. En dat zat hem vooral in zijn eerste 5 meter, in zijn eerste slag, die ging te veel naar buiten. Daar heeft Geert Kuiper hem op aangesproken. In Calgary ging dat wel goed, vanochtend ging dat minder, maar toch 35-21. Nu even die stap weer naar buiten, maar toch sneller voorwaarts dan vanmorgen. Vanmorgen 9-92. Fitz-Randolph rapper over de eerste 100 meter. Van Velde fractie rapper dan vanmorgen. Maar niet genoeg eigenlijk. 9-88 tegen de 9-63 van Fitz-Randolph. Van Velde moet zichzelf overtreffen. Wil hij zijn positie van zesde in het klassement kunnen handhaven? Komt hij die bocht goed door? Die bocht loopt hij ruim, loopt hij erg ruim. Fitz-Randolph gaat de rit met gemak winnen in de tijd van 34-72. En Van Velde komt nu tot 35-27 en zal zakken in het klassement. 34-72 voor Casey Fitz-Randolph. En dat betekent een verbetering weer van het Amerikaanse record. En voor Van Velde zit het seizoen wat de 500 meters betreft erop. Een mooi seizoen. Al had hij zich van zijn laatste race meer voorgesteld. Een 34er, maar dat zat er niet in. 35-27 in tijd genomen, zijn vierde race ooit. 35-27 Van Velde, Nederlands beste sprinter van dit seizoen. Dan gaat het nu om het verdelen van de medailles. Hori staat nu derde, was de kampioen van 1997. Zijn tegenstander Takeda staat vierde en de verschillen onderling zijn gering. En zo hoort het ook bij het sprinten. Het kan nog alle kanten op. Maar waarschijnlijk gaat het om de beste van de rest. Want wie kan Shimizu
de keizer van de sprint bedreigen. Normaal gesproken niemand. Maar de strijd om het zilver en het brons is natuurlijk ook interessant. De Canadees doet nog mee, Weatherspoon in de volgende rit. Maar de strijd tussen Hori en Takeda is toch zeker interessant. Valse start. Hori doorbrak de 35 seconden grens met 34,92. En de valse start is voor Takeda. Hij gleed weg. Ik kan niet zeggen dat hij te vroeg weg was, maar hij stond niet stil. En ook dat is een voorwaarde voor een vlekkeloze start. Daar mag de starter de vlag voor omhoog houden. Jij praat, ik heb gerekend. Hori moet 34,83 rijden om Fitz Randolph achter zich te houden. Ja, want Fitz Randolph heeft natuurlijk uitstekend gereden in de vorige rit. Ook hij onder de 35 seconden. En nu goed vertrokken. Hori in de binnenbaan. Takeda in de buitenbaan. Hori, inmiddels 29 jaar, is begonnen aan zijn tweede schaatsleven. De openingen gaan in 9-7 en 9-79. Goeie opening voor Hori. Goeie bocht ook voor die sympathieke Japanner. Die zeer toegankelijk is. En ook nog goed Engels spreekt. En ook een goede buitenbocht loopt. Kan die opnieuw onder de 35 seconden. Heeft geen last van Takeda. Die zal hem niet passeren. 34,90 is niet voldoende, Frank. Nee. Jij had het uitgerekend. Hij zal dus zakken in het klassement. Maar dat hangt natuurlijk ook weer af van alles wat er gaat gebeuren in de laatste rit, de 500 meter. Dit is Hori. Maar de finale gaat nu pas beginnen. De ruime buitenbocht van Takeda ziet u nog een keer. Die komt met topsnelheid die bocht in en kan hem niet houden. Hori opnieuw onder de 35 seconden, dat is knap. Maar het is niet voldoende om Fitz Randolph, de Amerikaan, voor te blijven. Maar gaat het wereldrecord er ook komen? Shimizu zat er slechts 1/100ste boven. En dat zit hem al zo lang dwars. Jeremy Weatherspoon nog steeds 's werelds snelste op de 500 meter. Vanmorgen 34,77. Dat was wel zijn beste 500 meter. En zeker zijn snelste van dit seizoen. Hij is de houder van het wereldrecord. 34,63. Hij geldt al 2 jaar als wereldsnelste. Vorig jaar leek Shimizu aan dat tijdperk een einde te gaan maken. Toen hij opende in Calgary in een fabelachtige 9,41 in een rechtstreeks gevecht met Weatherspoon. Maar toen viel Shimizu in de eerste bocht. Ging Weatherspoon verder, zette het record nog scherper. En sindsdien heeft Shimizu gepoogd meerdere keren om aan dat wereldrecord van Weatherspoon te komen. Vanmorgen, iets van 2,5 uur geleden, kwam hij 1/100ste tekort. Ook weer in een rechtstreeks gevecht. Toen ging de opening van Shimizu. En dat is zo'n belangrijk wapen van die kleine Japanner in 9,50. 9,50 vanmorgen nu. 9,45. Nu is hij sneller. Weatherspoon is ook sneller dan vanochtend trouwens. 9,45. En als Shimizu zo ronde kan rijden als eerder vandaag, dan pakt hij het wereldrecord. Want sneller dan hij vandaag eerder al was op de volle 400 meter is hij nooit geweest. En hij rijdt een ruime bocht, maar is van Weatherspoon af. Hier rijdt de wereldkampioen en komt er een wereldrecord. Ja! Ja! 34,32. Hiroyasu Shimizu, wereldrecord. Hij heeft het weer. Het was hem ontvreemd door Jeremy Weatherspoon. Weatherspoon die ook onder het oude wereldrecord rijdt hier. Maar hij is niet alleen 's werelds beste, want dat was hij al. Hij is ook weer 's werelds snelste. 34,32. Salt Lake. 1423 meter en 7 centimeter hoog. Heeft zijn derde wereldrecord. Het zijn de sprinters die de wereldrecords schenken aan Salt Lake. Na LeMay, na Garbrecht, nu Hiroyasu Shimizu. 32 wereldbekerwedstrijden won hij. Olympisch kampioen is hij. Maar hem gaat het maar om één ding, om één kick. Het wereldrecord. En dat was hij kwijt en heeft hij nu terug.
En dan zie je hem wel lachen. Want eerder vandaag reed hij een persoonlijk record, beste mensen. Een Japans record. Hij was er niet blij mee. Nu de ereronde, nu de lach. Nu gaat hij handtekeningen uitdelen. Nu is hij voldaan. Nu zegt hij, ik heb een goed seizoen gehad. Heel best zelfs. Right 34-32 is het wereldrecord en Shimizu kan eindelijk rustig slapen en toeleven naar de Olympische Spelen van volgend jaar. Witherspoon moet genoegen nemen met het zilver. 34-52, fantastische tijd ook. Dan Fitz Randolph, goed voor het brons. Lee, Horry, Island, Cheek en Klefchenja. Dat zijn de beste acht op de tweede 500 meters. Ja, en die uitslag over twee 500 meters gerekend zal hetzelfde zijn. Het klassement is dus gezet in de tweede omloop. Shimizu, we krijgen die uitslag nog niet te zien. Over twee 500 meters gerekend, uiteraard de beste, want hij won ze allebei. Witherspoon, twee keer tweede. Dus tweede ook niet slecht hoor, 34-52. Kan ermee door, maar het is geen 34-32. Fitz Randolph overtrof zichzelf in de tweede omloop. Kijk ze daar, wat en half wat. 1,62 meter groot is dat mannetje. Fitz Randolph, derde, zorgt voor een Amerikaans succes op deze dag. 34-32. Het gaat nog gebeuren dat hij een keer een 33er rijdt, Herbert. Dat heeft hij zelf eigenlijk alles aangekondigd, dat hij dat kan. Hier ziet u de rest van de uitslagen. En Van Velde vinden we terug op de 13e plaats. En hebben we het uiteraard over de tweede omloop 500 meter. Dit is nog niet het klassement. Bos plaats 17, één plaatsje gestegen ten opzichte van Wennemars, die nu 20e is. Wennemars in de eerste omloop, 18e. En zo ziet het klassement eruit na twee 500 meters. Wereldkampioen Hiroyasu Shimizu, woonplaats Tokio, geboren Obihiro. En een straatlengteverschil in sprinterstermen gesproken. Daarachter Jeremy Witherspoon. Op twee straten Casey Fitz Randolph. Op twee straten en een huis Manabu Hori. Dan Kyu Yuk Lee, Klefchenja, Takeda en Joey Cheek. Gerard van Velde heeft zijn prachtige zesde positie helaas niet kunnen consolideren. Is naar beneden gevallen. Als de Amerikanen het ons gunnen, dan kunnen we daar een blik op werpen. Die val is geëindigd op plaats 11. Van Velde dus 11e uiteindelijk. En Bos en Wennemars, ja, nou, die deden in dit veld wel mee, maar speelden geen rol van betekenis. Zij zijn niet bij de beste 16 geklasseerd. Shimizu, dus de snelste van de wereld. En een bijna heilige stilte viel even na het Japanse volkslied. Dit mannetje, 1,62 meter, legde een kunststuk op het ijs neer. Nooit